Dus de kleine versie? Ja. Ook twee lagen? Ja. Nou, twee lagen. Dit is eigenlijk, ja, dit zijn twee lagen, maar officieel zeggen ze dat het één laag is. Dus deze stof is zo. Die andere dingen worden op elkaar gelijnd. Dit is zo. Dit is hetzelfde materiaal waar ze duikpakken van maken. Dit kun je niet loshalen zelf. Nee, maar het zijn twee lagen. Het zijn twee lagen, maar je kan het niet loshalen. Deze kost 20 euro. Ja. Yo. Voordeel van deze is dat je deze kun je gewoon onder de kraan houden. Afwasmiddel erop, hoppa, onder de kraan. Maar nog iets, deze kun je volgens mij ook goed knippen. Ja. Stel voor je wel een kleine ronde mat hebben. Ja, of snijden kan ook. Maar kan ook al, maar er zit pluis meer. Het is gaaf, want dit is gewoon, kijk, daar zijn matten niet voor bedoeld. Maar dit is echt een soort rubber. Ik bedoel, ze zijn echt ergens tegen bestand. En nogmaals, als je professioneel werkt, mensen zetten hier een glas op of wat dan ook. Hoe cares? Ja, of pak een doekje naar het woordstelling, hoppa, poetsen en klaar. Ga je hem even zo neer, dan kunnen mensen ook een beetje... 20 euro kost deze. Hoe groot? 20 euro. Dan hebben wij deze dus, de medium. Hetzelfde mat. Alleen iets duurder, 32,50. Iets groter, ja. Wacht even, ik wil het zo doen, zie je. Iets groter. Ja, 32,50. En dan hebben we de deze, Big Brother. Ja, dit is een mat van mij dus. 42,50. Deze heb ik zelf. Ja, die is eigenlijk ook bijna twee keer zo groot als de standaard mat. Bijna twee keer zo groot. Ja, dat is gewoon een hele fijne grootte. Met munten, met kaarten. Ik zal ze even zo neerleggen. Ja, dat is, ik weet niet of we kunnen zien. Het is allemaal zwart. Ga ik, laat mijn hand even langs. Zo, kunnen we ook zien. Kun je het helemaal zien. De hand dan nog op. Dus hier, hier. En ja. Hier. Dat zijn de Magic Mats. Zo staan ze op de website.